Notes. Voilà, wij zijn vertrokken. Check. 1-1. Goedenavond. We gaan ervoor. We starten met een korte opwarming. Opnieuw met de Joe. Oké. Links, rechts. Welkom. Boven. Ichi. Ni. Sa. Shi. Duim naar binnen. Zitten. En al lang geleden gaan we even de pols. 1, 2, 3, 4. Andere kant. 1, 2, 3. 6, dankjewel. 1, 2, 3. 6, andere kant. Let's go to gay sheet. On the count. Als je zit, just een keer maken, zit. 1. Probeer recht aan. Korte nek. Links, rechts. Over, onder. Oké, als je wil, je voeten gewoon een beetje losmaken. Als je recht staat, kun je hier wat gaan stretchen. Andere kant. Dus bij het rechtstaan kun je je hielen wat stretchen. Dat is wel belangrijk. Oké, de knieën. Doe de knieën. Eén, recht blijven. En eigenlijk proberen. De benen ietsje openen. 1. En zakken. 1. Probeer als je kan recht te blijven, maar niet meer naar voren te buigen. Maar 1. Goed gecentreerd. 1. Benen open. Maar als je frontaal kijkt, ga je mee in het centrum. 1. Zakken. De bedoeling is eigenlijk de druk. 1. Als je een beetje naar voren moet, geen probleem. En zijn je bekken die je moet kantelen naar voren
Rechtboog. Inadem en eigenlijk rustig uitadem. Als dit je maximum is, is het ook goed. En je kunt de oefening ook benen meer gespreid doen en hetzelfde doen. Hè. De oefening is eigenlijk de bekken één recht houden. Laps, strek en plooi. En het belangrijke is de bekken te leren kantelen. Dus normaal gezien staan ze wat naar beneden gekanteld. Je gaat eigenlijk ietsje rechter naar voren brengen. Dus één, en dan kun je eigenlijk gemakkelijker zakken. Okay. Dit is een oefening om die bekken los te maken. Hè? In de richting van je bekken, je centrum richten. Wanneer je met de jaw of met de bokken in je centrum hebt, moet je eigenlijk zorgen dat het niet te veel naar beneden is. Dat eigenlijk je bekken niet te veel naar voren zitten, maar eigenlijk dat je bekken goed voor je zijn. Nee. Dus de bekken zijn in voor je. Niet zo, maar eigenlijk zo. Het is iets dat je moet veroefenen om bewust te zijn dat de richting van je bekken dus niet naar achter gaat, maar eigenlijk eerder naar voren. Zodat de vier punten hier sterk staan in en dat de benen in, dat je sterk in de grond zit. Hier heb je meer stabiliteit, hier heb je minder stabiliteit, dat weten we. En dat zijn eigenlijk onze bekken en de richting van onze bekken in, die ervoor zorgen dat de bust eigenlijk wat gespannen staat. In. Wanneer we onze jaw terugnemen en onze hammy-positie innemen, dat is 1, 1, op, en we terug die rechte lijn. 1. En daar letten we vandaag op dat we de beweging met onze lichaam gaan doen. En vandaag een beetje minder nieuwe stof, maar voornamelijk meer een gevoel geven dat je de beweging met je lichaam doet. En niet uitsluitend wat je ziet laat uitkomen. En dus de armen gaan wel naar daar, maar eigenlijk ga je centrum in, hop, sterk in die richting. Dus je lichaam, hop, doet het werk. En niet uitsluitend het feit van een zoekje te geven met de armen. De armen doen hun werk, maar eigenlijk je centrum, hop, gaat eigenlijk alles gaan plaatsen. Want de constructie van een aanval of een verdediging van een beweging bestaat erin om de positie 1 op sterk te maken. 1, richting, op, 1. Eens je fysiek je beweging onder controle hebt, ga je die mentaal ook proberen onder controle te houden. En om die mentaal kwikheid terug te vinden, gaat je gebruik maken van opnieuw die kiai, zodanig dat mentaal en fysiek samenvallen in klank. Daar trainen we met onze kiai, is iets dat je zelf bepaalt. Het hoeft niet per se luid te zijn. Hè. Je kunt het perfect stil laten uitvoeren. Maar het idee is dat je energie bundelt in je beweging. Dat de kracht erin aanwezig is. Start daarom ook met de tsuki. Met het idee dat 1. Te richten, 1, het laden. Het lichaam is vrij hier, maar het lichaam gaat zich eigenlijk 1, versterken. En dat je helemaal met je lichaam achter je stok 1, in de aanval zit. Bam! 1, dus niet naast, maar weg, bam! Toch mooi achter. Links en rechts. Richten, laden, stoot. Richten, laden,
stoot. Dat is echt onze basis. Het is echt de alfa, beta van onze oefeningen. Hè. Als we overgaan naar de tweede beweging, is het eigenlijk wat we noemen Yukomen. En intussen weten we dat het eigenlijk een shomen is, maar door de verplaatsing in, creëer je een curve. Maar technisch gezien gaat je je wapen naast je laten komen, wapenen af en toeslaan met een instap. Dus je start bijvoorbeeld linksvoor, je brengt je wapen boven je hoofd ter bescherming van je rug, je wapent af en je verandert. Dus je handpositie links verandert in een handpositie rechts. En dat is echt wel belangrijk, want dat is wat we vorige week nog als vraag kregen van David. Want ja, die handpositie, wanneer dan we onze zwaard trekken, doen we dit. Maar hier opnieuw met de jaw gaan we eigenlijk onze handpositie, 1, hap, laten veranderen. 1, hap, 2, hap, 1, hap, 4, hap, 5, hap, 6, hap, 7, hap, 8, hap, 9. Dus je moet voelen dat niet de arm is die de beweging doet. Je arm doet de beweging, maar werkelijk je handpositie. Dus je zit nu links voor, je verandert, er komt bijna samen de verdediging. Hop, hop, rechts. Hop, links. Hop, rechts. Hop, links. Hop, rechts. Hop, hop. Hap, 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 hap. Op het moment van de slag van een contact, mogelijke contact, wanneer je een slag gaat geven, gaat je energie, als het ware, je handpalmen zijn naar boven gericht. En op het moment van de impact gaat je energie, gelijk een dwei, een beetje je zwaard of je jaw wringen, zodat de slag die in principe toekomt, gaat absorberen en gaat de trilling van de slag door dat vastbinden onder controle houden. Dat is belangrijk, dat je dus niet alleen maar draait en zwaait, maar dat je goed hap, dicht, hap, dicht, hap, dicht. De centrum, ja, ben ik ook al kwijtspelen. Weer aanspannen. Belangrijk is in die hammy, is dat je op het moment dat je wissel gedaan hebt, dat alles weer zich gaat opleiden. Hammy, hammy. Heel je lichaam gaat zich eigenlijk in die beweging bewegen. Het is niet iets dat statisch is. Dus is dat heel dynamisch is, heel je lichaam neemt eraan deel. En niet sluitende armen die eigenlijk de enkele beweging gaan doen. En ze bepalen heel veel, omdat ze de richting gaan geven. Maar hap, 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 hap. Hap. De rotatie is dus niet voor u, maar is wel boven u. Hap. Boven. Eén. Boven. Hap. Boven. Veel benen gaan neiging hebben om voor te draaien. Ziet je dat? De arm geeft de beweging. Het is werkelijk je lichaam die zich kantelt en daardoor gaat het wapen meedraaien. Hap. 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 Dit is iets waarop dat je zelf moet letten. Als je het uitvoert, als we een reeks doen, let het daar een beetje minder op. Maar het is door het uitsluitend in die richting te doen en heel bewust je armen goed boven je hoofd en dan te gaan wisselen, dat je de juiste beweging gaat leren. En minder
de finaliteit en de beweging. Ik draai mij. Nee, wapen 1. Wapen 1. Lichaam plaatsen. Dus je lichaam, je hammy-positie, je verandering van hammy, dat hier op getraind wordt. En dan zal je lichaam beter harmoniëren in de beweging. En niet alleen maar de beweging sommatie doen, hè, een reeks. Want nu gaan we starten terug met onze Ria. En Ria in each, zoals we die noemen. Hè, met een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En wissel 10. Aan de kant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De BNI is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dus dit is echt onze echte basis, die eerste twee. En de 3 en 4 zijn eigenlijk variaties op die eerste en die tweede. Dat hebben jullie tussen wel door. Maar hier ook is het echt heel belangrijk dat je... heel belangrijk. Dat je aandacht hebt op het feit van niet 1, 2 te gaan doen, maar werkelijk een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en de wissel 10 behoort nog tot de oefening. Maar je voelt, je verandert elke keer van een hammy-positie. Of je gaat je positie herschikken. Het is belangrijk dat je voet, dat je lichaam die herschikking doet. En niet uitsluitend tot 10 tellen, bij wijze van spreken. Af en toe moet je daar terug. Er is een tijd te memoriseren tot 10. De volgende die we straks gaan doen, moet je misschien nog weer memoriseren. Maar in die basis nu moet je goed... blijven oefenen in de juiste mindsetting. We gaan over naar 3. Dus 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, en 10, up. Dus 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, en 10, terug in het midden. Hè. Dus die 3 en 4 spelen zich voornamelijk af om de hoogte, Yodan Gedan, en de Swishtaklon. Dus we gaan naar een 4, en dat is een gemakkelijke, dus 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up. 4 is 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up. En 10, up. Wat even verkeerd. He, dus nog eens, de vierde is 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up. En 4 dus, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up,
9, up en 10, up. Oké, dat zijn onze vier ichi no, de riai no ichi ni san en yong. Dan gaan we naar de drawbasis nummer 2. Die hebben we gedaan, die fameuze hasso die we toevoegen. Dus er is eigenlijk geen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en wissel 12. Dus het is niet al te moeilijk, maar de hasso is hier heel belangrijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en wissel 12. Oké, dus de tweede is gekenmerkt door die hasso. Het is heel belangrijk dat je die hasso goed onder de knie hebt. Dus we gaan even nog eventjes oefenen. Links voor. Dus 1, up. 2, up. 3, jukkemen. 1. Een stap naar voren. Hasso. Draai je hand. Ga die up. Zoek je hoog. Hasso opnieuw. 1. De duim zijn naar elkaar toe. 1. Toeslaan. Uithalen. 1. Terug. Baraai. Controle. Stoot. En wissel. Nog eens. Andere kant. Hè? Dus 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. 7. Up. 8. Up. 9. Up. 10. Op, 11, op en 12, brave wissel. Oké, dus bij de 2 is eigenlijk die wisselwerking van hasso. Bij 3 krijgen we een kleine verandering, want we hebben eigenlijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, 7, 8 en 9 wissel. Dus dat is die fameuze wissel. Een gemakkelijke die eigenlijk terugstart met een 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus die jukkemen 7. Hè. En hier veranderen we van verandering. Hè. De eigenlijk die verandering had 1. En we gaan naar achter. 1 en hops. En van achter, eigenlijk hier. Het is niet dit. Eigenlijk gaat het om laven af en koel. Het is goed dat je lichaam beweegt. Hè? Want meestal zien we eigenlijk een beetje te veel een hengelbeweging in. Hè? Maar eigenlijk ga je hier hop, af in en inslaan. En je ziet dus dat je lichaam de slag gaat geven. En niet alleen maar dat je stok naar voren gaat. Dat is belangrijk. Hè? Bij de hasso gebeurt net hetzelfde. Als je de hasso doet, hè, het is niet dit. Hè? Maar eigenlijk ga je lichaam hop, in. En als je inkomt, is het niet uitsluitend dit. Hè? Het idee is eigenlijk dat je lichaam hop, inbrengt. Als je terugkeert, is het niet je stok laten vallen. Niet uitsluitend je stok laten vallen. Eigenlijk is het je centrum die hop, in, naar beneden komt, stevig om te draaien en te baan in te komen. He, dus de kracht is niet uitsluitend de richting, maar het is eigenlijk heel je deelname van je lichaam die een verschil gaat maken op efficiëntie. He, dus de efficiëntie ga je bepalen omdat je met je lichaam werkt en niet uitsluitend met de richting en de slag zoals gevraagd of uitsluitend. Maar het is goed om te starten, maar onze aandacht moet nu gaan naar 1, 2, 3, 4, 5, 6, die jukkemen op, wissel, hop,
naar achter. En een hiel is niet enkel dit, maar inkomen en af in. Een werkelijk volle lichaam die de slag gaat gaan geven. Oké. Okay. Dat is de derde. De vierde is een gemakkelijke, omdat je eigenlijk hier met een 1, 2 naar beneden gaat. 1, 4 hoog, 5, 6. 1, terug, stoot en draai. Dus hier krijg je een 1, 2, gaat je laag slaan en krijg je eigenlijk een navel die hoog komt, die je blokt. 1, naar achter komt, terugkeer, wissel, 1 en terug. Dus hier is het doen, altijd die flipbeweging die terugkomt. Hier krijg je die slagen die van beneden naar boven gaan. Hè. Dus nog eens. Dus 1, 2, 3 laag. Eigenlijk is het een slag laag die onmiddellijk geblokt wordt en je wordt onmiddellijk terug aangevallen en je blokt. Dus 1, 2. 1, 2. Het is een fysieke beweging waarbij dat je een jukken met een geef laag. Maar je wordt onmiddellijk terug aangevallen, hops, 1, en je gaat blokken. Want die blokken, ga je naar achter, 1 en hier, bam, dan weer terug. Wissel, stoot en raak. He, dus probeer, eens dat je de beweging een beetje meer herkent en kent, van de maturiteit in te zetten, de martialiteit, die maturiteit, die kracht van je lichaambeweging, aan toe te voegen naast de opeenvolging van beweging, zoals we doen. Oké, we proberen nog eens. Dus 1, 2, goed begin. Laag, hoog. Achter, voor. Wissel, stoot. En terug. Dus je merkt, je moet winnen aan kracht in de beweging en niet alleen maar lukraak wat ze gaan slaan. Dat is belangrijk. Weet dat die beweging, zoals de Ria Jo-Ich, met een partner uitgevoerd worden. Hè, dus als we de eerste doen, 2, ga je hier laag, hoog, achter, terug, kom terug, flipbeweging, stoot, 1 en wissel. Als we de nummer 5 nemen, krijgen we hier een beweging waarbij dat we 1, 2, 3, 4, 5, 6, ik ben hem vergeten, wacht, de nummer 5 is wat, hè? Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wissel 10. Ja, dat is dan. Ik oefen die, zoals je ziet, zelf ook nog te weinig. Maar het is belangrijk dat we die met de tijd erbij kunnen nemen. Allee, we zijn vertrokken met dus een 1, 2. Eigenlijk is het een zoekje voor, zoekje achter en een stopbeweging. Ga naar achter, ik geef terug, naar opzij, pivot, wissel, 1 en terug. Dus het begin is eigenlijk een beetje verschillend dan het einde. Het is bijna hetzelfde, het begin en het einde, maar het einde is zoals dat we die kennen, dus de flipbeweging en de stopbeweging. Terwijl dat we hier als we starten, hebben we eigenlijk een beweging met een zoekje naar voren. Zoek je achter, je wordt terug aangevallen, een stopbeweging naar achter, een slagbeweging naar beneden opzij, eigenlijk hier een pivot boven, een wissel, 1 en terug. Dus hier merk je dat je heel veel hebt uit de vorige beweging, maar elke keer is er een speciaaltje in die reeks 2, 3, 4 en 5 en 6. Dus als we links rechts beginnen nu, krijgen we dus een stoot naar voren, stoot achter,
En eigenlijk moet je hier terughalen van een stopbeweging. Naar achter. Pivotbeweging. Flipbeweging. Stoot. En raar. Dus voor, achter, stop, achter, terug, voor, achter, wissel, 1. Als we dat doen in telling, krijgen we een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Dus de aandacht gaat er voornamelijk op het feit dat je voor, achter, voor, wissel van kant, terugkeren, opzij, pivot, flipbeweging, stoot en terug. Dus opnieuw heb de eerste fase is het onthouden van de set. Maar automatisch moet je oefenen op de richting van de aanval. Dus een aanval, hop, en een druk, hop, 2, hop, 3, hop, 4, hop, 5, hop, 6, hop, 7, hop, 8, hop, 9, en wissel, 10. Dus je armen en je benen moeten de synchronisatie, en dat is eigenlijk het opzet van heel die Joe Awazi, is het eigenlijk laten versmelten. Dat je houding van je slag en van je beweging een perfecte of zo perfect mogelijke coördinatie gaat gaan aanvoelen. Oké? We gaan vandaag nog met de show afsluiten met de nummer 6 van de Joe Awazi. Er zijn er 6. Ik ben blij dat we er eigenlijk aan die 6e toegekomen zijn. Zodanig dat we daar eigenlijk wat mee kunnen experimenteren. 6 is 1, 2, 3, tot daar kennen we. 4 is 1, hasso. Dus we starten zo rustig met een tsuki, verdediging, yokomen. Hasso, 1. Hasso. Dat is 1. Ik ga even op de zijkant. Dus 1, 2. Yokomen, 1. Hasso, hier gaat 1. Hasso. En dan blijf je hier met je been voor. En dus je zit hier en je gaat eigenlijk hier haps, hasso doen. Dus de hasso is eigenlijk hier, de achterkant komt naar voren, hap, 1. Waarom? Omdat ik ga even de beweging tonen, zodat je ziet wat er gaat gebeuren. Maar je geeft een 1, 2, 3, hasso, 1, hap, en je geeft een draaibeweging. Het is daar dat het soms wat fout gaat, omdat je zegt van, wat is er nu gebeurd? He, dus tsuki. Verdediging, yokomen, hasso, 1. Dus de uiteinde naar hasso. En hier gaat je hand, mag je voor mij draaien hier. De bovenste hand ga je draaien, dat de beide duimen naar voren komen. En je gaat eigenlijk hier een slag geven, 1 voor, achter. Dat is eigenlijk de beweging. Dus je gaat je rug gaan beschermen. No? Want je zit hier 1. Je zit hier 1 in je beweging. En je gaat eigenlijk je rug gaan beschermen door weg te draaien. 1. En been inzetten naar achter, naar voren. Dus je krijgt een beweging. 1, 2, 3, 4 en 5. Dus je gaat eigenlijk helemaal wegdraaien, 180 graden. Hè. Dus tsuki, verdediging, yokomen, hasso, handdraaien, 1. Eigenlijk gaat je een pivot doen,
met je partner achter u te slaan en verder draaien naar beneden. Daar gaat het om. Dus je krijgt een controle achter u en je draait opnieuw 180 graden voor u. Want dat is eigenlijk de kracht van die beweging. 1 verdediging, 2 jukkemen, hasso. En hier gaat je hand draaien, gaat je rug beschermen. 1 door te draaien en benen naar achter, 1 inkomen. En hier terug naar beneden. Dus je maakt hier van de wissel 1 gaat terug 1 naar beneden. Oké. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus je ziet die 5 zijn eerst in de rug, dan frontaal opnieuw. En dan de 6 is eigenlijk schuivend naar achter door de baraai te doen, zoals dat ik heb. Dus 1, op, 2, op. 3, op, 4, op, 5, op, 6, op, 7, op, wissel, 8. En dat is eigenlijk het einde van die zesde beweging. Oké, dus tot 8. We proberen. Allee, kom maar. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. De wissel. Hè? Dus hier opnieuw, ik begrijp goed, je lichaam helemaal inzetten is wat moeilijk. Maar voel je wel dat als je richting van je lichaam goed zit, doe je eigenlijk ook de beweging beter. Als je alleen maar zo wat zwaait en kijkt waar dat je zo moet zwaaien, heb je het gevoel dat de beweging een beetje... Ja, dat je aan het zoeken bent. Wanneer je eigenlijk echt voelt van, ik ga naar voren. Ik kom in verdediging. Ik sta sterk. Ik kom in. Bam. Ik ga hier mijn hasso verdedigen. 1. Eigenlijk in verdediging mijn hasso. Om eigenlijk in mijn rug hops te kunnen beschermen. 1. Naar beneden. Terug. En hier wissel. Achter. Ik kom terug in en ik verander van kant op. 1. Dus veranderen, draaien, dat zijn eigenlijk Irimi, Tenkan, absoluut de herkenbare zaken die Aikido sterk maken of kenmerken, worden hier in die Juawasi opnieuw gebruikt. Allee, we beginnen nog eens. Dus links voor, 1, op, 2, op, 3, op. 4, op, 5, op, 6, op, 7, op, 8, op, 1. Dus je ziet, ik probeer ook wat extra te gaan draaien. En normaal gezien wordt hij traditioneel, als ik frontaal naar de camera ben, is het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zie je? Dus ik blijf heel centraal. Maar vandaag probeer ik hem duidelijk te staan door juist te gaan. Uit de lijnen. Abs. Aanvallen. Op. Verdediging. Jukkemen. 1. Je hasso voor u beschermen. Rug beschermen. Frontaal beschermen. Opzij gaan. Pareren. En op andere kant. Abs. 1. Met het zoekje. Dus je ziet, je handpositie, je lichaam moet zich elke keer herschikken, schikken, herschikken. En daar gaat het om. Dat is eigenlijk de finesse van de Juawasi in zijn invulling. Het grootste gedeelte is natuurlijk onthouden, omdat dat 6 oefeningen zijn. Maar daarnaast ontwikkel je, als je de oefeningen alleen doet, of meer specifiek, ontwikkel alsjeblieft goed je handpositie. Gebruik je handpositie
bij het uitvoeren van de beweging één. En merk je dat de telling eerder een hulpmiddel is als we het klassikaal zouden doen of als je de stappen wilt ontduiken. Maar eigenlijk voel je goed dat we over een aanval krijgen. We krijgen een aanval, we gaan uit die lijn. We gaan die eigenlijk gaan insteken of tegenhouden. We krijgen een tweede aanval en in die ging gaan we. Eén, we gaan eigenlijk een tegende aanval. Eén, we gaan onze opshasso, onze rug hier beschermen. 1, 2, opzij 1. Pareren en branden van kant. Hops, 1, 2. Als we de Mizuki no Jo gaan gebruiken als een soort basis, merken we dat we heel veel van die bewegingen terugvinden. En ten andere, voor de Mizuki no Ken, zien we ook heel veel bewegingen. Dan zeggen we, ik heb die al een keer, denk ik, gedaan. En de ene onthoudt dankzij de Mizuki no Ken of Mizuki no Jo, en de andere is al onthouden in die specifieke beweging. Nu, uiteindelijk komt het allemaal samen met de tijd. Het is alleen maar dat we niet weten hoeveel tijd dat we daarvoor nodig hebben. Ik merk ook soms ook van, ah, maar dat is het eigenlijk, dat gedeelte. En toch doe ik het al een hele poos. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat ineens binnenvalt. Maar het is al wanneer je er intens mee bezig bent, maak je de kans groter dat je de samen de overeenkomsten ontdekt of herontdekt, even dan de verschillen. Of helemaal niks te zien. Goed, nog eens. Nummer 6 is dus hier. 1, 2, 3. Hasso, hier, wissel 5, pop, en wissel as, 1. Dat is nummer 6 van de Joe Awasi. Ziezo, de Joe Awasi, een moeilijk stuk, maar eigenlijk, in klassiek Aikido is dit grosso modo de grootste stuk. Dus eigenlijk, als je die kennen, zijn er niet echt heel veel andere bewegingen. Dus we zitten eigenlijk wel redelijk goed. En ik denk dat niveau niet dan Sandan moet zijn, dat je die ook allemaal moet kunnen. Dus ja, het is toch niet zo slecht, ik zal het zo zeggen. Er wordt natuurlijk ook altijd op geoefend op elke Q-graad, maar eigenlijk in het klassiek Aikido is de bedoeling dat je die eigenlijk ook goed gaat invullen. Maar dat is zoals de Shomenuchi Iriminagi of de Shomenuchi Ikkyu. Ja, dat is eigenlijk je eerste oefening. En eigenlijk je eerste oefening is de Jo vasthouden en richten een stoot geven. Dat is eigenlijk de basis. Maar van de stoot gaat je eigenlijk naar de beweging. Eén, van beneden, hops, ga je terug naar voren. En van boven naar beneden. En zo ontwikkel je variaties. En gaat het dan om de coördinatie van je beweging en weten wat dat je gaat doen, de boomhand nemen boven het feit van er is een oefening die zo en zo en zo gaat. Oké? Goed. Misschien even dichterbij komen. Zijn er nog vragen voor de die Joe Awasi? Pablo, heb je een mooie dojo achter u? 1. Zijn er nog vragen? Nee, duidelijk. Nee, duidelijk? Oké, is goed. Het is 30. Ik stel voor dat we nog wat doen met de bokken. Ik ga een slokje drinken en de bokken nemen. All right. Bokken. Hier opnieuw. Gebruik van de bokken is voor mij altijd geweest als een aanwijzing om hoe je je lichaam moet positioneren. Sugano gebruikte enkel en alleen bokkenwerk om juist te voelen hoe zit ik met mijn lichaam, hoe is mijn positie van mijn lichaam, hoe is mijn kamai, ben ik niet te breed,
ben ik niet te slordig, ben ik niet te veel met mijn schouder naar binnen, ben ik niet te gekruist. Nee, eigenlijk probeer mij eigenlijk te schikken in een soort driehoek. Voor een sensei was dat de Irini-gedachte. Irini Tenkan was soms zijn uitleg van wat is Aikido. Aikido is Irini Tenkan, durfde hij soms wel zeggen, of lees je in de literatuur. Ik heb dat zelf nooit niet over zeggen, maar het is ons altijd zo gezegd geweest. Dus die driehoek, je komt altijd in als een driehoek. Dus je plaats je in. Je plaatsing in is een driehoek. Je hamu-positie. De hamu-positie. Het is geen platte positie. Het is geen vierkante positie. Het is eigenlijk wel zo wat meer een driehoekige positie. Die driehoek, je hamu-positie, oefen je ja, zelf quasi spontaan eigenlijk met de bokken. Zelf met de joe heb je de neiging wat breder te gaan, omdat je eigenlijk wat vrijer bent in je beweging. Met de zwaarte, als je die richting geeft, in, voel je dat het zich eigenlijk toespitst en dat je eigenlijk iets als driehoeksvormig gaat genereren. In. We starten als tegenhouder juist van die sterke vier, dus vierkant, één, gaat je eigenlijk hier gaan in een driehoek vormen. Dus je gaat eigenlijk de constructie gaan schuiven in en gaat eigenlijk een driehoek maken. Zoals we kennen, één, kunnen we dat door een schuifpas naar voren te gaan gebruiken, of hier ook een schuifpas naar achter. En je gaat merken, in het algemeen, maar we mogen liever algemeen, ik wil niets dwingen of afdwingen, maar er is een tendens om je hoek op te scherpen wanneer je een stap naar voren zet. En eigenlijk gaat je, als je een stap naar achter zet, meer breder gaan eigenlijk in statische zijn. Je gaat minder eigenlijk met je bokken naar voren gaan, maar je gaat eigenlijk, als je een stap naar achter zet, eigenlijk eerder verdedigend gaan. En eigenlijk, wanneer je naar voren gaat, ga je eerder offensief. In principe gaat het dan om een afstand die je creëert, want je merkt, als je hier start en ik zet naar voren, ja, dan zie je het bij het punt niet meer van mij zwaar. Zet je een stap naar achter, dan zie je wel nog een punt. Dus er is een verschil in maai en daar gaat het om bij het kiezen van je hamu-positie. In dichtbij of wat verder weg. Of iets tussenin, ik zeg maar iets. Maar het aanvoelen van, ik voel mij veilig. Door een stap naar achter te zetten. Ik voel me sterk als ik mijn stap naar voren zet. Het is een ingesteldheid, het is een persoonlijkheid voor een deel, maar eigenlijk ook het aanvoelen van een afstand. Meer is dat niet. Dat is de oefening. De oefening is ontspannen, schouders ontspannen, bekken. Opnieuw niet naar achter, één, maar eigenlijk naar voren, één, één. En je centrum. Gaat je bewegen. Dus het is niet je armen en je been, maar het is je centrum waarop die het gaat bepalen. 1, 2. En je armen volgen je energie. Je energie. 1, je energie naar achter. Je armen gaan als het ware absorberen en gaan eigenlijk in tijd, misschien een fractie van een seconde, volgen. Ik zal het zo zeggen. Dat het naar voren of naar achter gaat, of links of rechts, waar het om gaat, is het aanvoelen dat je energie, hap, inblaas, één, uitblaas, kan allemaal. Maar je moet een gevoel hebben van synergie, één. Vanaf het moment dat je je hamu-positie hebt, heb je eigenlijk onze basisbeweging wapenen in. Uit de rug naar het centrum. Waar het vooral om gaat is, en dat is heel erg belangrijk, we vergeten het soms ook, je armen, één, die trekken niet op. Eigenlijk scharnier je op niveau van je schouders, dus je trekt niet op met je voorwapen, maar je scharnier, één.
2. Dat is belangrijk dat je het gevoel hebt van maximaal te schermen. Dat betekent dus dat de energie in je arm niet oplooit of zich overstrekt, maar eigenlijk stroomt. Ik zal het zo zeggen. Dat de stroom aanwezig is. Dus het is niet te laks, maar het is ook niet verstart. Het is eigenlijk één, schouders ontspannen, één, scharnieren, scharnieren. Op basis van dat scharnieren gaat je opnieuw hier je lichaam in en je lichaam inzetten. Eén. Dat is de absolute basis voor de Shomenuchi met je zwaard. Dus je plaatst met je been zodanig dat je eigenlijk, als je je zwaard laat vallen met het scharnieren, dus niet met de kracht van de schouder, één, maar eigenlijk het scharnieren, één. Waar het om gaat is hier dat je centrum naar boven gaat, gericht is, één, en hier, hap, één, samenvalt, één. Binding. Ontbinding. Binding. Dat zijn bevindingen die je zelf moet ontwikkelen. Voelen dat er daar een samenhang is. En dat je niet stap, slag, wapen. Ik overdrijf het ook niet graag dat het niet moet. Maar ik overdrijf in die richting. Maar je moet werk oefenen op een gevoel van ha. Eenheid. Ichi Kentai, we hebben het er al over gehad, in kendo is dat eigenlijk de absolute must. Je zwaard en je lichaam vorm één, zijn één. Het is een geheel en niet twee zaken. Trouwens, zelfs in de punten, als je bijvoorbeeld kunt raken, maar er is geen eenheid, heb je misschien als eerst geraakt, maar in het puntensysteem telt dat niet. De punt is alleen maar volwaardig wanneer dat je op één met je lichaam en je zwaard de slag gaat geven. En niet alleen maar fysiek, hè, in een mogelijke gevecht zou je dit kunnen doen, één, maar er is geen eenheid. Er is alleen maar een snit en als dat toevallig juist raakt, ja, dan bloed je of zet je arm misschien kwijt. Hè. Maar in de puntensysteem, omdat het eigenlijk om de gedachte gaat, gaat het vooral gaan om een eenheid van zwaard en lichaam. Dus hier ook, we trainen maximaal op effect hap 1. Hap 1. Op basis hiervan ontwikkel je de Nihon Zenshin Zenpogiri. En zo goed deed het eigenlijk directe slagen die eigenlijk wel met een mahai verschil links, rechts, voor, achter draaien. Maar in elk geval met een twee-stap oefening doe je heel veel variaties. Dus die gaan we heel eventjes terugnemen. En dus Nihon Zenshin Zenpo Kiri Renzoku Dei is eigenlijk een stap in, hap, slag, stap in, slag, en draai, twee. Stap in, op, en draai, op. Dubbel stap, één, twee, en draai. Dubbel stap, één, twee, en draai. Drie is stap 1, stap 2 en draai in. Stap in, stap onder en 2. Met een draaibeweging. Hè. Dus het is eigenlijk een lichte vorm van kaiten. Trouwens, bij deze is het heel belangrijk dat je niet hebt wat we herkennen bij kaiten. Kijk goed, als ik kaiten doe, doe ik dit. 1, 2. 1. Bij Nihon Zenshin doe ik 1, 2. Dus ik ga, als je kijkt ten opzichte van de aanvalslijn, ga ik hier niet openen en onderdoor gaan, maar ga ik eerder sluiten en wegdraaien. Dan zie je, ik draai helemaal op de andere kant. Toch doe je twee stappen in beide oefeningen. Dus er is allemaal kleine verschillen. Het is belangrijk dat je die onderscheidt, maar dat je vooral ook begrijpt waarom. De ene ikyo noemt, de andere noemt nikyo. Ja, het is bijna hetzelfde op een letter na.
Dus hier is het sluiten, draaien, in. Sluiten, draaien, in. Nummertje 4 is gekend met een stap naar achter. Draai, stap in. Draai open en terug inkomen. Stap achter, stap in. Draai en terug. Die is gekend. En nummertje 5, Nihon Zenshin, is driehoek. Sankaku, up, in en terug. Dus uit de lijn, op de lijn en draai. Heel streng en aanvoelen van twee stappen te zetten en variaties daarop. Goed, we zijn de laatste tijd bezig geweest met de Jodan. Jodan hadden we er denk ik al 4 van de 5 gedaan. Ik had vandaag graag nog de 5e willen doen, zodanig dat die reeks dan ook helemaal af is. En dat we of een nieuwe reeks starten, of die reeks verder onderhouden. Dus Jodan was eigenlijk... we gaan eerst die hassen doen, dan is dat ook maar uit de rug opgenomen. We hebben onze voorste voeten 1 en we gaan hasso 1. Hasso was gekenmerkt door een hoek van 90 graden. Je zit dus met je linkervoet voor, je gaat met je achterste voet opzij naar rechts. En eigenlijk draai je 1, draai je 2 en stap achter. Stap in, draai aan de voorzijde, slag, hoofdbescherm, draai en hasso. Dus hier gaat je terug die hasso en eigenlijk doe je hem 2 keer naar elkaar. 1, dus 90 graden draaien, snij, in en draai, achter, stap in, draai 90 graden voor, 1, 90 graden, 1, om je hoofd te beschermen, naar achter en opnieuw hasso. Dus dat is onze hasso, 1. Dan gaan we over naar de Jodan. 1, dus onze zwaard gaat boven ons hoofd en we draaien in Jodan. En dat is typisch de Jodan-positie. Zwaard boven je hoofd. Hasso was, zoals ik vertelde, eigenlijk een techniek, omdat je, als je een harnas droeg, had je eigenlijk nekbeschermings en je kon je zwaard niet hoger houden. Daarna is eigenlijk, zoals in Jaido, heb je geen harnas en kun je je zwaard hoger houden, wat gemakkelijk is, om de beweging eigenlijk hier 1, 2, 3 te kunnen doen. Dus een hele groot circulaire beweging vanuit die hasso. 1, hè, dus je zit hier, hasso, gaat je eigenlijk 180 graden, been naar achter. 1, terugkeren, 2 en stap in, 3. Dat was onze basis, onze eerste Jodan. Dus Jodan 1 is 380 graden. Stap achter en terug. Dus eigenlijk 2 horizontale slagen. 1, hasso voor. Deze keer zit je met je linkerbeen voor. Je gaat dus hier terug 180 graden achter. 180 graden terug. En je stapt in. En in een lange zin eindigt je met je rechtervoet voor, zoals de basis. Dus ik ga even terug naar achter, maximum zetten. 1, stap, achter, stap, achter, stap in, links voor, hasso, 1, stap, achter, slag, hasso, 1. En dan draai je hier 1 en de hasso om terug te geven. Onze tweede hasso, Jodan, was eigenlijk hier een beweging waarbij dat je hier met een stap een aanval gaat opvangen, verder draaien en terug instappen. Dus je start hier recht voor en je gaat uit de lijn en je zwaard gaat eigenlijk de slag hier gaan opvangen, openen, draaien en stap in. Hasso,
Dus nu zit hij hier in de tweede beweging, even terug naar achter, naar links voor. Gaat je eigenlijk hier een aanval gaan opvangen, 1 en terug instappen, 2. Dus je eindigt hier opnieuw rechts voor. Dus opnieuw, 1. Als we rechts voor starten, ga je 1, op, in. En de andere kant, 1, op, 2. Dus het is een grote pivotdraaiing naar voren. De derde was eigenlijk een gemakkelijke, want hier ging je met dezelfde hasso, 1, ging je eigenlijk hier 1 opvangen, waarbij je daarnaast verder draaide, ga je eigenlijk hier insnijden. En we hebben gezien wat je tegen de onderdeling de aanval opvangen en boom, terug laten geven. Dat is eigenlijk insnijden. En dus 1, dus 1, 2. Dus rechts voor. Doe dan de lijn. Vang op en snij in. Andere kant. Andere kant is hier 1 en 2. Dus je keert terug. En dus als je hier zijn hier gestart, rechts voor 1, 2, 1. En dan aan de andere kant is stap in en 2. Die herkennen we, want het heet heel veel van de kijk-en-bewegingen. We snijden in, Jordaan, 1, 2, op, 2, in. Dat is wat er gebeurt. Dus we gaan en we keren in de gaan. Maar eens dus, Jordaan hoog, dus de slag opvangen en insnijden, wapen, de slag opvangen en insnijden. Oké? Dan hebben we onze laatste, 1. Dat is eigenlijk een beweging die we goed herkennen, want we gaan die eigenlijk hier, view down, 1. We gaan sluiten, zoekje geven, snijden en inslaan. Dus die kennen we goed, hè, want we starten view down, we sluiten, zoekje. Draaien en inslaan. Dat is eigenlijk de beweging. Als we een beetje de misogi no kan kennen, kennen we de beweging 1 en we sluiten 1, 2 en we neigen dit en we gaan dan onder voor de hasse te kunnen doen. Ja? Dus hier herken je een klein beetje diezelfde beweging. Jodan, sluiten, stoot. Draai in. Maar hier eindig je dus met je linkervoet voor. We zijn recht gestart. Jordaan. Dus 1, op. 2, op. En 3, op. De andere kant is dus hier linkervoet voor. Je gaat Jordaan. 1, op. Stoot. Draai en kom in. Dus ziet je, hier heb je eigenlijk terug je recht voor. Dus start hier links voor. Ja, dan. We gaan eigenlijk hier sluiten. 1. Stoot geven. Draai en inkomen. Daarna, als we de 2 naar elkaar doen. Hebben we 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dus je doet links en rechts quasi dezelfde beweging. Hè? Het is altijd de balansoefening tussen links en rechts voor achter de situatie
wordt altijd ontdubbeld. Dus Judan toeslaan, stoot, draai en slag. Judan sluiten, één, draai en slag. Zodat je eigenlijk die richting hebt. Ik ga even kijken hoe dat het juist is. 55, nog 5 minuutjes, dan dat tot 9 uur nog oefenen. We gaan die laatste eventjes nog blijven herhalen. Dus, je doet dan hoog. Toeslaan, stoot, draaien en slag. Je dan uit de lijn, op, draai, 2 en slag. Je stapt achter, hè? Dus hoog, Jordan, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ik moest daar ook een tweede Jordan geven. We moeten Jordan starten. Jordan starten, hè? Dus 1, op, 2, op, 3, op, you down, 1, op, 2, op, 3, op. Oké, dat is het juist. Voor vandaag nog afsluiten, gaan we heel you down even in één stuk doen. We proberen. We moeten dat even concentreren. Dus we waren in principe na de 1, hasso naar you down. Eerste you down. We geven ons rug vrij. 1, 2, 3. Jordan. 1, 2, 3. Jordan. We draaien 180 graden. Doe de tweede. Is eigenlijk hier opvangen. 1, 2. Jordan. 1, 2, 3. 2. De tweede Jordan. Derde Jordan is 1, 2, op. Derde Jordan B is 1, 2, Jordan. Vierde Jordan is, vierde Jordan is, die hebben we vandaag gedaan. Ja, ik denk dat ik er eentje vergeten ben. Doet er niet toe. De laatste is voor vandaag 1, 2, 3, 4. Jordan, 1, 2, 3, 4. Jordan, 1, 2, 8, 1. Alright, oké, dat was het voor vandaag. Het is altijd intensief. Ik ga de reeks nog even goed nachecken. Ik dacht dat er 5 waren, Jordans. We hebben er nog maar 4 gedaan. Heb ik er eentje uit mijn hoofd vergeten? Ik weet het niet meer. Misschien zijn er ook maar 4, ik weet het niet. In elk geval, Jordan is een reeks die heel snel terug te vinden is in de Mizogino-ken. Dus ik ga daar even gaan zoeken of dat ik die daar terug kan heropfrissen. Zijn er hier nog vragen over de Jordan? Levi, Pablo, Sophie, Lee. Nog wel wat werk om te leren, hè. Ja, er is toch wat werk. Ja. Maar er is eigenlijk voor iedereen. Ik denk dat dat typerend is aan de keuze in onze klassieke Aikido. Is het juist dat er eigenlijk geen finaliteit is op zich, maar dat we eigenlijk een continue inspanning kunnen leven. En ik denk dat daarin de moeilijkheid is dat je eigenlijk hier een continue nood hebt aan wat we zouden kunnen noemen een studie van Aikido. In combinatie met het plezier van het uiteindelijk ergens wel een beetje te kunnen ook. Hè, want wanneer het begint te gaan, dan heb je de voldoening en heb je het gevoel dat de studie loont. Ja, dat is de moeilijkheid. Goed.
Oké. Allright. Ik zie jullie heel, heel graag volgende week. Zullen we dan wat meer materiaal gaan oplijsten om een beetje een betere zicht te hebben op alles wat we al een beetje gedaan hebben, als dat goed is voor jullie. Goed? Oké. Voilà. Een heel, heel fijne avond en tot volgende week. Tot volgende week. Bye. 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 Ciao. Baby, ciao. Pablo, hopla. C'est parti. Arrêtez.